Nee, weet je, het is echt gewoon, het is te idioot voor woorden. Nu is het all-time high en dan begint heel Nederland weer van, en dan komen jullie weer langs. All-time high, nu kopen. Nieuws. Nou, een hele bijzondere nacht was het. Nou, en daar hebben we Vincent. Moet ik je nou feliciteren of hoe gaat dat? Het is een mixed bag wat dat betreft. Trump wint de verkiezingen. We zien meteen al in de Bitcoin-prijs een all-time high. Dus zoveel invloed heeft die meneer hierop. Nou even, wat er echt gebeurde is van in de aanloop ging hij naar $75,000, all-time high. En toen op een gegeven moment bekend werd, hij is gekozen, dook hij naar beneden naar 73. Maar wat gebeurt hier? Ja, nou wat er gebeurt is dat een heleboel mensen denken van ja, Trump heeft gewoon gezegd, ik ga jullie allemaal omarmen, alle crypto-mannen. We gaan zorgen dat Amerika bitcoins gaat aanhalen. Het is een, we gaan zorgen dat crypto-vriendelijke mensen bij de toezichthouders komen. En we gaan echt gewoon van dit land nummer 1 crypto-land maken. Je begint nu over de bitcoin, maar je ziet ook op de financiële markten. De Amerikaanse beurzen die reageren positief. Ja. Ook de Nederlandse beurs, die staat 1% hoger. Okay. Was vorige keer overigens anders. Toen ging de beurs 5% onderuit toen Trump won. Maar uiteindelijk, als je puur naar beurzen kijkt, heeft die heel goed gepresteerd onder Trump. De Amerikaanse beurs is meer dan 60% gestegen, terwijl hij aan het bewind was van 2016 tot en met 2020. Dus dat is positief. En jij bent natuurlijk een groot fan van de cryptocurrencies, dus voor jou is het natuurlijk ongelooflijk goed nieuws dat Trump hier nu aan de knoppen staat. Nou ja, dat, wat je ziet in dat de cryptowereld is iedereen enthousiast dat Trump daarvan gekozen wordt. Ja. Maar crypto is natuurlijk maar een klein stukje van je leven. He, je bedoelt, we hebben ook gewoon internationale zaken. Je hebt de womenzaken, je hebt op een gegeven moment democratie. Je hebt op een gegeven moment dat iemand 30.000 keer in 4 jaar heeft gelogen. Ja. En dat de waarheid er niet meer toe doet. En dat jij echt allemaal dingen beweert dat je denkt, is die man eigenlijk wel goed snik? Nu wordt er gezegd, als Trump aan het roer komt in Amerika, dan gaat de Nederlander €500 per jaar op achteruit. Moeten we dit zo letterlijk nemen? Nou, dat is denk ik berekend door iemand op wat cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek. In dit geval, zo letterlijk moet je het niet nemen. Maar ik denk dat je wel kan zeggen dat het niet heel positief is voor de Nederlandse economie. Op onze export krijgen we dan importtarieven. En ja, dan gaat de economie die gaat dan weer een paar procent naar beneden. Dus dat is zeg maar. Maar dat vinden de crypto boys helemaal niet interessant. Nee, want er zit een andere valuta. Een totaal andere wereld. Donald Trump, die is, ja, het is natuurlijk een republikein, dus die wil de economie laten floreren. Ja. Werkloosheid die is al laag, dat is onder hem vorige keer ook echt flink gedaald. Ja. Dus hij gaat de Amerikaanse economie, wil die echt een boost geven. En ja, uiteindelijk is het natuurlijk wel zo als Amerika, als wereldmacht, als het daar goed gaat, kan dat ook alweer positief zijn voor Nederland. Wat adviseer je nou mij? Moet ik nu instappen, nu gaan kopen? Nou ja, nee, weet je, het is echt gewoon, het is te idioot voor woorden. Op een gegeven moment hebben wij dit soort gesprekken gehad toen de Bitcoin 16.000 was. Toen zei ik, en toen was iedereen helemaal negatief en helemaal teleurgesteld. En toen zei ik, nu is het een goed moment om te kopen. En nu is het all-time high. En dan begint heel Nederland weer van, en dan komen jullie weer langs. All-time high, nu kopen. Ja, wat dat betreft, het is geen slecht moment om, de vooruitzichten van Bitcoin zijn niet slecht. Maar het is natuurlijk weer op een hoogtepunt te kopen. Is niet het meest geweldige moment. We kunnen wel stellen, de gouden jaren voor de crypto's zijn aangebroken. Er komt weer een leuke periode. Er komt een hele interessante periode aan. Waar inderdaad, ik denk dat er wel een goede groei in komt. Make crypto great again. Oh, mijn god, dat wij hier dit gesprek hebben. Leuk hoor. Ah. Doei. Zo, dat staat er weer op. En krijg jij nou geen genoeg van onze content? Abonneer dan even op ons kanaal en druk even op dat belletje, want dan ben jij de eerste die van ons hoort.